Buurtwerk TV is nu in de wijkhaven op de Staart. En volgens mij gaat de wijkhaven deze week ook weer langzaam starten. Ik sta hier nu naast buurtwerker Stacy, mijn collega. Klopt het dat we deze week weer langzaam gaan starten? Ja, we zijn deze week weer geopend met een aantal activiteiten. Ja. We zijn niet meer open voor inloop, dus enkel voor vaste activiteiten of voor op afspraak. Oké, en dan kunnen ze hier naartoe bellen of hoe werkt dat? Ja, je kan of bellen voor een afspraak als je een buurtwerker wil hebben of de sociaal makelaar. Ja. Of je hebt al een afspraak met de groep waarbij je behoort. Dus de oudere gym, dat is een vaste groep mensen. Ja. Dus die hebben de afspraak dat ze hier één keer in de week zijn. Dat is een vaste groep mensen. Dus de oudere gym, en wat voor activiteiten zijn er nog meer? We hebben een handwerkgroep, de Gouden Naald. Ja. Dat is ook een vaste groep mensen. Er waren al gebruikers en die zijn nu weer gestart. En we hebben kindercreëren. Kindercreëren. Ja, dat heb ik al een paar keer gezien. Dat is heel leuk inderdaad. Kindercreëren gaan naar buiten. Omdat we binnen eigenlijk aan zoveel regels vastzitten dat het eigenlijk niet te doen is. Nee. De kinderen mogen wel lekker op elkaar, maar ouders kunnen er dan niet bij. Degene die de kindercrea geeft, Wilma, die kan er ook eigenlijk niet bij. Of op 1,5 meter afstand. Ja. En de ruimte is daar te klein voor. Ja, dus we gaan lekker buitenactiviteiten doen. Nou, mooi hartstikke weer. Leuk. Dus mensen, de wijkhaven is weer geopend op de Staart. Alleen op afspraak. Heb je vragen, wil je meedoen aan een activiteit of een afspraak maken met een buurtwerker of een sociaal makelaar? Bel gerust even op. Het telefoonnummer weet ik niet uit mijn hoofd, maar die is sowieso te vinden op de website. Ja, ik weet hem ook niet uit mijn hoofd. Ja, en ook op de social media staat er precies ook de mobiele nummers van de buurtwerkers. Dus ik zou zeggen, kom gerust een keertje kijken. Op afspraak. Op afspraak, ja. Oké. Ik sta hier nu bij Speeltuin Victorie in Reeland. En die zijn sinds een paar weken weer open, zodat de kinderen weer lekker kunnen spelen. En ik loop even naar binnen toe. We zijn hier bij de ingang van de speeltuin. Er zitten hier twee dames op een stoel. En ik ga er gewoon even lekker bij zitten. Wel op 1,5 meter afstand natuurlijk. Nou, met wie hebben we hier te maken? Hallo, ik ben Lianne. Hallo. Nou, de speeltuin is weer open. Sinds hoe lang is die weer open? Vorige week maandag is die open gegaan. Oké. En komen er al wel veel kinderen spelen? Er komen kinderen spelen, maar er kunnen er nog wel meer bij. Kunnen? Oké. Okay. Niet echt helemaal vol. Nee. Ja, en dan is natuurlijk mijn volgende vraag. Hoe kunnen de kinderen hier komen? Het liefst hebben we dat iedereen zich even opgeeft via de website. Daar staat ook allerlei informatie op van speelblokken die we hebben gemaakt. En daar kan je op inschrijven en dan is jouw plekje gereserveerd en dan kan je komen. Oké, nou hartstikke leuk. En dan mijn volgende vraag, want het is zo'n mooie naam, Speeltuin Victorie. Waar komt eigenlijk die naam vandaan? Ja, mooi hè? Ja, ik heb het heel lang eigenlijk niet geweten, maar iemand vertelde mij, hij is na de oorlog opgericht. En je hebt zo'n gezegde, zo'n uitdrukking, en die zegt van de haan kraait victorie. En daar is dus de naam van gekomen. En vandaar ook dat wij het logo hebben van een haan bij Speeltuin Victorie. Oké, nou dan weten we dat ook weer. Ja, de bevrijding. Ja. En jij werkt hier zelf als vrijwilliger en ik geloof ook iets met het bestuur, met uw man erbij. Ja, mijn man die zit in het bestuur, maar ik ben zeg maar de aanwezigheid hier voornamelijk. Leuk. Ja. Leuk. Nou, superleuk dat er weer iets voor de kinderen is. En er zit nog een mevrouw naast u. Ja, leuk. En volgens mij komt u hier ook al heel lang, toch? Ja, al heel lang. Ik ben Lies van Eijks en ik kom al... 45 jaar minimaal in de speeltuin. Zo. Het is superleuk. Veel vrijwilligerswerk gedaan toen de kinderen klein waren. Ja, dan begin ik maar opnieuw. Hè. Leuk. Dus, het is best wel leuk om al die kinderen hier zien spelen. En dat er wat te doen is voor die kinderen. Nou, superleuk. En u woont zelf ook in Reeland, in deze wijk? Ik woon al 47, bijna 48 jaar in Reeland. Zo, en dat bevalt nog goed allemaal? Ja, ik ben pas verhuisd van de ene straat naar de andere straat. Dus zo goed bevalt het. Nou, dus, superleuk. Ja, het is een hele leuke speeltuin. Leuk voor de kinderen. Oké, nou bedankt voor jullie tijd. Ja. Ik ga nog heel even de speeltuin kort laten zien aan de mensen voor Buurtwerk TV. De jochies zijn maar onder. Hallo! Jochie! Het jochie! Kunnen we naar de tv komen? Ja, ik wel! Want ik wil op de tv. Ga maar nu gewoon aan. Is het
in zijn broekzak. Ja, of kun je wel eens in de gaten houden. Ja, wil je er wat in? Ja, ik alleen maar zwart, maar alles erop en eraan. Pak zo de suiker. Suiker, die de suiker er maar in. Ja. Kijk eens aan, nu mag het er hierin gooien. Oh. Moet dat zien dat... Ja, corona. Ja, je wordt er creatief van. Ja. Keihard. Nou, ik ga ook een beetje kijken passen. Ook helemaal niet passen. Ja, Arie. Melk is dat. Ja, Arie. Ik was zo zwart. Ik ben niet zo hoog zwart. Ik heb, ik zal wel een pannetje melk pakken. Ik sta nu in Stadspolders en ik zie eigenlijk een beetje een vergelijkbaar iets als het Vogelplein. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is onze inspiratie geweest. We merkten van het werkt daar zo goed, het is daar zo gezellig. Dat lijkt ons in deze wijk ook heel gezellig. Dus ja, vandaar dat we nu hier staan. Zo zijn we gestart. Zo, geweldig. En ik zie al heel veel mensen buiten staan. Ja, is dit het eerste moment dat jullie open zijn? Ja, we zijn echt net 5 minuten open. 5 minuutjes? Ja. Nou, daar ben ik er op tijd bij. Ja, absoluut. En wat is nou een beetje het doel dat jullie hier zo staan? De sociale ontmoeting. Dus echt dat mensen bij elkaar komen. Nou, precies wat je hier ziet gebeuren. Allemaal mensen die met elkaar zitten te kletsen. En gezellig bij elkaar zijn. Ja, superleuk zeg. En wat voor dagen zijn jullie open? We zijn in de maand juni op donderdag, vrijdag en zaterdag van 2 tot 4 open. En we gaan vanaf juli langere tijden open. Oké. Superleuk. Ja, zeker. Noem dat nog eens, je openingstijden. Donderdag, vrijdag en zaterdag van 2 tot 4. En vanaf juli hopen we langere tijden open te gaan. Beetje afhankelijk van hoe het loopt, als in met corona. Oké, nou dankjewel. Ja. En wat is het adres? Pulbukkerf, Middelplein. Middelplein, Pulbukkerf, Stadspolders. Nou, ik zou zeggen mensen, kom allemaal een bakje doen om... gewoon gezellig met elkaar te praten. Leuke sociale ontmoeting hier in de wijk Stadspolders. Hartstikke leuk. Toppie. Super. Ik sta hier nu op het Heijenplein in Crispijn, Dordrecht. En ja, er zijn hier een aantal leuke activiteiten. Ook in coronatijd. En als eerste loop ik even naar mijn vrouw toe. Want ik zie dat ze iets heel moois heeft gemaakt. En wat heeft u daar voor moois in uw hand? Een mondkapje. En een knijperschortje. Een knijperschort, oh wat leuk zeg. Nou, ik zie wel dat het echt vakmanschap is. En het mondkapje, mag ik dat ook nog even zien? Nou, dat komt in deze tijd heel goed te passen natuurlijk. Ja, en ja, u maakt het allemaal zelf hè? Ja. Hoe lang duurt u dat al? Ik zit vanaf mijn 7 al achter de naaimachine. Zo, wat geweldig zeg. Nou, heel mooi gemaakt. Heeft dank u wel. En deze zijn voor de weer. Oh ja. Nou, dankjewel. Als u van mijn thee zit, haal ik leeg om alsjeblieft. Ja, ja? De tas terug. Oké. Ja. Zo meneer. Dus er komt nog bij. Komt wat fijn. Ik zie dat de meneer hier van allerlei spulletjes af kan leveren. Wat doen jullie hier precies? Dit is de ruilwinkel en wij nemen spullen in. En we krijgen er punten voor. Voor die punten kunnen ze weer komen winkelen in de normale tijden. En dat loopt als een trein. We zitten hier al 10 jaar, dus dat is echt de moeite waard. Alleen op dit moment, met die corona, kan dat niet. Dus dan worden er een paar keer per week kunnen mensen hier op afspraak spullen inleveren. Die worden dan binnen neergezet. En dan laten ze die staan tot maandag. En maandag worden ze dan nagekeken, want ja, het coronavirus heeft 72 uur de tijd nodig om ergens uit vanaf te gaan blijkbaar, dat weten we ook niet precies. Maar we lopen geen risico, dus dat gaat gewoon nu de winkel in, we laten staan, maandag wordt uitgezocht. Je kan ook komen winkelen, maar dan moet je tussen vrijdag tussen 10 en 12 even naar de winkel bellen en dan kun je een afspraak maken. Zo, wat geweldig zeg. Dus, dit ga ik nu achterzetten. Nou, een geweldig initiatief. Ja, dat midden in het hart van Crispijn. Dit jaar hadden wij dus een gigantisch feest gepland. Ja. Op 25 mei. Ah, en dat kan dus niet doorgaan. 10-jarig bestaan. Ja. En gaat u dat verzetten naar volgend jaar? Ja, we gaan het wel opschuiven. Even kijken wanneer alles weer normaal is en dan gaan we toch een feestje bouwen. Nou, super. Ja, wat dacht jij? Nou, een geweldig initiatief zo midden in Crispijn. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En ik zie dat er al nog meer mensen aankomen, dus ik ga u verder niet lastigvallen. Nou, ik ben toch een beetje nieuwsgierig geworden naar de winkel, wat er allemaal in staat.
eigenlijk kan je alleen op afspraak hier naar binnen toe. Dan krijg je een kwartiertje de tijd om te winkelen. En die afspraak kan je op vrijdag maken tussen 10 en 12 uur. Nou kom ik niet om te winkelen, maar alleen even om te filmen. Dus ik ga toch even stiekem een rondje snel door de winkel maken. Nou, zoals je ziet is er echt van alles, van aanzichtkaarten tot computerspulletjes, verlichting, dvd's. En ook hier netjes op de grond de 1,5 meter die er afgenomen moet worden. Voor kinderen, tassen, schoenen, kleding. Het is echt een winkel die helemaal tot de nok toe vol zit. En je ziet ook dat er heel veel aanloop is van mensen. Dus het werkt geweldig hier zo in Crispijn Dordrecht. Nou, dit was Buurtwerk TV vanuit Crispijn. En als de mensen interesse hebben, neem dan gerust even contact op met de winkel. De ruilwinkel Crispijn. Let's ruil. Buurtwerk TV. We staan hier nu op het Energieplein in Dordrecht, vlak voor de bioscoop. Ik ben met het bakfietsje op stap en vandaag niet alleen met de bakfiets, maar ook met de wijkmanager. Ja, Lisbeth, hè? Ja, aangenaam. Lisbeth van der Giezen, wijkmanager Noordflank Lijnbaan Blijenhoek. En we gaan inderdaad met het buurtbakje op pad om te kijken of we met bewoners in gesprek kunnen komen en vragen of ze tips, zorgen of leuke ideeën hebben over de wijk om die zo mee te nemen. Ja, vooral nu in de coronatijd is het juist het contact zoeken met de mensen heel belangrijk. En nu staan we eigenlijk in het hart van de Noordflank, dus bij het energiehuis, bij de bioscoop. Op het moment heel rustig helaas, maar hopelijk mag het binnenkort toch weer wat meer. En dan hopen we wat meer mensen tegen te komen. Ja. Ja, inderdaad. Het is vrij rustig. We hebben 2 volle kannen met koffie en thee bij je. Ja. Voor de bewoners. Nou, ik denk dat we die zelf maar op moeten gaan drinken dan. Ik denk het ook. Ja, we hebben ook nog gevulde koeken. Ook nog, ja. Nou, we hopen inderdaad nog mensen zo aan te spreken. Gewoon om te kijken wat er leeft en speelt hier in de wijk. En het is natuurlijk heel goed om hier gewoon lekker op het plein te staan. Laagdrempelig voor alle bewoners hier zo in Noordflank. En straks gaan we op het bakfietsje weer terug naar de Eendracht. En dan heeft de wijkmanager nog een gesprek met de wijkagent. Ja, en zo, een wandelingetje door de wijk. Ja, inderdaad. En zo zien we wat er leeft en speelt en blijven in gesprek. Dus ik zou zeggen, dan gaan we zo weer even verplaatsen. Zeker. Ja? We gaan zo Oké, bedankt.